Tijdens de Dutch IT Security Day in Fokker Terminer informeerden wij u over een humanitaire actie naar Ukraine. On our way to Ukraine. Geïnitieerd door het kanaal. Door een aantal indrukwekkende ondernemers. Ik spreek er vandaag één live. Hans ten Hoven. Hans, versta je mij goed? Uitstekend, Danny. Live uit Polen. Hoe verloopt de actie, Hans? Ja, we zijn gisteren vertrokken uit Utrecht met drie bussen. Helemaal vol met hulpgoederen, zoals je achter mij ziet. Met negen mensen. En wij zijn gisteren om 2:30 s'nachts in ons hotel aangekomen. En vanmorgen vroeg weer op weg gegaan. Wij moeten nog 2,5 uur en dan zijn we aan de grens met Oekraïne. Hoe verloopt de actie daarna, Hans? Kan je daar iets over vertellen? Wat zijn de verwachtingen daarvan? Ja, het eerste wat wij doen als we aankomen, dat is het uitladen van de bussen met de hulpgoederen. Die worden op een speciaal depot in ontvangst genomen. Dan gaat een groot gedeelte rechtstreeks op vrachtwagens de Oekraïne in, waar de hulp heel erg hoog is. Mm-hmm. Daarnaast gaan wij naar een opvanglocatie waar een kleine 20 mensen al geselecteerd zijn om meegenomen te worden door ons naar Nederland. Waar inmiddels ook onderdak voor die mensen is geregeld via diverse hulporganisaties, ook in Nederland. Ja. Wat merk je van, je bent nu in Polen, wat merk je van de omgeving, Hans, waar je bent? Op dit moment nog niet zo heel erg veel. We zien af en toe een militaire vrachtwagen op de weg. En in de steden zie je veel blauw-gele vlaggetjes. Dat is heel veel steun. Ik denk als we straks 2 uur verder zijn en bij de grens komen, dan zitten we er middenin. En ik weet nog niet goed wat ik me daarbij moet voorstellen, maar dat zal ongetwijfeld erg indrukwekkend zijn. Ja. Heb je een beetje ook je rust kunnen nemen met het team van 9 man? Ja, we hebben een korte nacht gehad, maar we zijn goed gemotiveerd en dat geeft een hoop energie. Ik zie het. Ja, mooi. Hans, ik weet zeker dat ik je nog over een update ga vragen. Ik ga nog 1 ding aan vragen. Is er nog een mogelijkheid om vanuit partners, vanuit de industrie een bijdrage te doen voor deze missie? Ja, absoluut. Er is nog steeds ontzettend grote behoefte aan hulp. Wij kregen vanmorgen door over de appgroep dat er ergens een weeshuis is waar ze met 200 mensen een ongelooflijk grote behoefte hebben aan voedsel. Dat ligt voor ons helaas uit de route. Maar er is nog steeds lokaal verschrikkelijk veel hulp nodig. Dus donaties zijn en blijven welkom. En wij zorgen dat ook als we terug zijn in Nederland, dat het op de goede plek terechtkomt. Ik ga ervoor zorgen, Hans. Hans, succes daar. En ook sterkte en hou je taai ook goed aan het team. Dankjewel. Groetjes van ons. Hans, live uit Polen. Indrukwekkend om te zien ook welke actie het ondernomen heeft met een team van andere ICT-ondernemers uit Nederland. Maar wat u hoort, uw bijdrage is nog nodig. Dus kijk vooral hier. Kijk vooral ook naar de kans om te sponsoren. De bankrekening is nu in beeld. Ik hoop u de volgende keer weer te zien met een update over de missie On Our Way to Ukraine.